Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel en het was vandaag een enorm drukke dag. Ik vraag me eventjes vandaag af hoe ik het allemaal ga doen, maar goed, het komt vast wel weer goed. Dus heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Laat vooral hieronder weten wat jij graag zou willen zien in mijn vlogs. Ook richting kerst toe, je mag van alles er neerzetten en wie weet neem ik het allemaal mee als dat lukt. We gaan ook weer verder met het uitpakken van de kerst, omdat het zoveel is, wordt een beetje over de dagen verdeeld. En de winkel netjes maken. Maar de winkel is voor de rest echt heel mooi op orde. Ik heb gisteren, ondanks dat het mijn vrije dag is, ben ik toch maar even aan het werk gegaan. Want anders dan, komt het gewoon niet goed. er zijn echt heel veel pakketten die vandaag op pas moeten. Ik dacht uit mijn hoofd echt 60 stuks of zo. Dus echt heel veel voor één dag. Dus dat gaan we ook doen. En kijk gezellig mee. Dan is het nu tijd om te beginnen met grafwerk. Ik maak vandaag twee rouwarrangementen. Eentje een beetje in paars, wit en biedermeier. En eentje een wat langwerpige stuk in met orchideeën en helemaal in het wit. Dus dat is, het zijn mooie stukken, dus ga ik gauw mee beginnen. De eerste, en daar ga ik zo even een lint van drukken. Dus mooi biedermeier en dit paar. En dit is nummer 2. Super mooi. Oh, ik heb het zweet los. Ja, dit is hem optillen en even goed helpen, hè. Alle pakketten zijn nou, of tenminste voor een heel groot deel, zijn weg naar het postkantoor. We hebben 3 rondes gedaan, dus 3 grote karren vol. En de rest gaat morgen weg. Dus blij dat ik zoveel heb kunnen doen. Ik ga opruimen en dan morgen weer verder. Je ziet me morgen weer. Het is de volgende dag en zoals je ziet zijn wij bestellingen aan het pakken. Het is ondertussen al 11:00. De bloemen voor de bestelling zijn binnengekomen en straks krijg ik nog weer grote vracht binnen. Gisterenavond heb ik de eerste kerstshopblog opgenomen. Echt superleuk, want ik vond dat we zoveel leuke dingen hadden binnengekregen dat ik dacht, dat ga ik gewoon met jullie delen. Misschien staat hij al online als jullie deze vlog kijken en anders komt hij nog. En ik heb een nieuwe DIY opgenomen die ook heel leuk is. Die staat hier, die vind ik ook wel even leuk om te laten zien. Met leuke lampjes. Kijk, heel erg leuk. Ook weer heel apart. Dus die komt morgen online. Maar als jullie deze vlog zien, staat die online. Is die misschien ook al wel weer uitverkocht. Wij gaan gauw verder met het inpakken van alle pakketten die besteld zijn. En gauw weer door. Zo, het is ondertussen avond. Zoals je al ziet, achter me is het pikdonker buiten. Het is ook al bijna 9:00, denk ik. Maar ik heb besloten om al eventjes de bloemen schoon te maken en die in de winkel te zetten. Want anders loop ik morgen de hele dag achter de feiten aan. Dan begin ik morgen in ieder geval weer lekker en kan ik dan weer meters maken. En ik hoop ook weer verder met de kerst, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik ga buiten zetten en daarna ga ik de planten doen. Ik ga de nieuwe bloemen in de stelling zetten.
En dan kan de dag weer beginnen. Zo, ik heb ook even wat lieve kleine boeketjes gemaakt. En nu ga ik even wat toefjes maken en wat opgemaakt glas. Dus dat is natuurlijk leuk om je te laten zien. Tijd om de planten te gaan doen. Dat doe ik echt sowieso één keer in de week. En dan één keer in de week ga ik echt alles na. Ik pak alle plantjes eruit, laat me zeggen. En ik controleer ze. Of er geen blaadjes aan zitten die niet meer zo mooi zijn. Of, of ze water nodig zijn natuurlijk. Het is trouwens echt vet koud nou. Moet je echt aan winnen. Dat ga ik nu dus ook doen. En dan doe ik één keer in de week, loop ik er nog een keertje bij langs en tussendoor af en toe kijk ik even. Maar de planten worden twee keer in de week sowieso met grote vracht aangevuld. En daarna tussendoor nog een paar keer kleine vrachtjes. Dus dan pak je het natuurlijk ook allemaal opnieuw in en maak je weer ruimte. En er wordt weer van alles verkocht, dus zet je weer wat nieuws in. Maar nu ga ik even de grote ronde doen. Thank you.
Oké, hier was ik dus echt super blij van. Ik heb wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nieuwe kistjes met plantjes erin kunnen zetten. Dan lijkt het in het begin toch nog best wel vol. Maar als je dan eenmaal aan het pakken gaat en er zijn er net weer een paar tussenuit. Toch weer 10 nieuwe kistjes met plantjes. Dus echt fijn dat het weer mooi erbij staat. En de winkel is gelijk weggedweld, dus ik zal jullie even een rondje doen door de winkel. En nu is het eerst tijd voor pauze. En dan komt net een pakket bezorgen. Met een pakketje van Chiquelle. Ik mocht wat leuke dingen uitzoeken. Waar ik echt heel blij van werd. Want ik wou laatst bijna mijn eigen koorden gebruiken. Met Skyline 20 krijg je namelijk weer 20% korting. Oh, is stil, niet helemaal scherp. Ja, ik ben weer scherp. Maar met Skyline 20 krijg je weer 20% korting bij Chiquelle. En mijn zusje had hem al gebruikt. En ik wou hem haast laatst zelf ook al gebruiken. Maar toen dacht ik, Kalijne, je hebt echt genoeg kleren. Maar eigenlijk nooit genoeg. Ze hadden zoveel leuke dingen. En nu echt een hele leuke herfstcollectie. Maar toen kreeg ik een berichtje dat ik weer wat mocht uitzoeken. Dus ik ga het jullie even laten zien. De linkjes vind je weer hieronder in de beschrijving. En ik ben er weer blij mee. Oh ja, en ik heb dus weer een hele leuke hoek ontdekt waar ik heel leuk foto's kan maken. Namelijk hier. Dan zet ik meestal mijn camera hier neer. Of mijn telefoon. Kijk, ga ik even proberen. Ik heb het nu natuurlijk net mooi vol staan. Maar dan heb ik het dus hier staan. Nou sta je een beetje scheer. Maar met die planten en het licht van achteren geeft hij al een heel mooi licht. Dus ik zal wel eventjes aan foto's laten zien met leuke foto's die ik ook vaak deel op Instagram. Dus daar kan je me ook altijd volgen. Ik laat ze gauw zien. En het zijn allemaal een beetje weer herfstige dingen. Want het is weer koud buiten. Ik vind het vandaag ook echt verschrikkelijk koud. En dit is een leuke trui die wat wijder aan de bovenkant valt. Vind ik heel leuk. Is denk ik wel leuker voor gewoon vrije tijd dan in de winkel. Maar misschien of met een hemdje eronder. Deze vind ik wel echt heel leuk in de winkel. Ik ben heel gek op streepjes. Ja, ik heb nu ook streepjes aan. Vind ik heel leuk. En dit is een vest met streepjes. En ik vind deze kleur bruin heel erg leuk. Die staat me tenminste. Ik ben altijd heel wit, dus niet alles staat mij. Dat is deze. Ja, dit vind ik echt heel leuk. En dit was mijn favoriet tenminste. Op de foto leek het mijn favoriet. Maar dacht ik de vorige keer ook met iets en toen vond ik iets anders toch leuker. Maar dit is een heel leuk blouseje. Ik vind altijd het nadeel van blouses dat je ze moet strijken. Niet altijd tijd voor. Een beetje een oversized blouse. Ik had hier een XS van besteld, want hij valt voor mij echt groot. En als ik dit zie ook. En dit vind ik echt leuk op een witte broek. Of op die broek wat ik de vorige keer van Chiquelle had, die lichtere. Echt heel leuk. En dit kleurtje vind ik ook echt heel mooi staan. En dan als laatste dit blouseje. En die kun je herkennen van de vorige. Want vorige had ik hem in blauw en dat is echt mijn favoriet. Die draag ik heel veel in het weekend. En omdat hij ook op elke blouse past. En die heb ik nu dus ook in het groen. Ook echt een heel lekker kleurtje. Superleuk. Ik had ook heel veel complimenten over gehad. Dus ja, dat was het weer van Chiquelle. Met Kalijn 20 krijg je dus weer 20% korting. En ja, ik ben er gewoon enthousiast over. De kwaliteit is gewoon goed. En ze hebben gewoon echt hele leuke kleding. Dus mocht je dat leuk vinden. De linkjes vind je in de beschrijving en ik ga nu gauw een broodje eten. Goedemorgen, het is vrijdag en we gaan weer lekker hard aan het werk. Ik heb alweer bloemen binnengekregen, dus die gaan we zo in de winkel zetten. En ik ga zo eerst weer mooie boeketten maken. En ik kreeg veel vragen om mijn vorige vlog hoe ik pompoenen opmaak. Dus dat zal ik jullie vandaag ook proberen te laten zien. Want dat ja, vind ik leuk om met jullie te delen. Goed, ik ga gauw aan het werk en jullie zien me zo weer. Zo, het is nu echt nodig om een jas aan te hebben. Zo, het lijkt wel winter te worden. Het is vanmorgen echt super koud, ondanks dat ik echt al een bodywarmer en zo aan heb en ik had een heel veel lagen. Toch maar even een jas erbij aan, want brrr. Gauw buiten zitten.
Oké, okay, dit moet ik jullie even laten zien. Mijn hondje die gaat altijd in de gekste, ja, op de gekste plekken liggen. Als je echt zo'n bakje ziet of een mandje of een doosje. En moet je nou dit kijken. Heb je een mooi plekje gevonden, Bloem? Vond je die plantenbakjes ook mooi? Gisteren kwam het in ieder geval, maar ik ga jullie nu laten zien hoe ik kalebassen opmaak. Je kan het op verschillende manieren opmaken. En je kan hem uithollen, wasen, erin om met verse bloemen werken. Maar ik kreeg heel veel vragen naar die wat ik vorige week had opgemaakt. En die heb ik dus gewoon gelijmd. Dus ik zal nu dezelfde soort nog eens een keer opmaken. Dus dan kunnen jullie meekijken. Goedemorgen, het is ondertussen dinsdag en ik neem jullie nog even een ochtendje mee. Zaterdag zijn we nog wel verder gegaan met het uitpakken van heel veel kerstballen. Een deel ervan staat op onze webshop. En ik probeer het steeds meer aan te vullen, want het zijn er gewoon heel veel. Hier hebben we ook voor een deel klaar. En dan gaan we nog twee rekken erbij opzetten met allerlei verschillende soorten. Ik neem jullie nog even een ochtendje mee. Ik heb al zojuist boeketten gemengd. Zoals je kan zien staat deze hoek weer mooi vol. En ik ga dus nu even verder met de rest van de verse bloemen in de winkel zetten, buiten zetten. En ik kan de werkdag beginnen. Het is ondertussen avond en jullie kunnen wat anders van me zien, want ik ben er tussendoor even naar de kapper geweest. En vanmiddag hebben we vooral heel veel ingepakt en ik ga nu... Zoals je ziet, weer kerstdecoratie uitpakken en prijzen. Een deel daarvan staat al online op de webshop en er komt steeds meer bij. En ik ga nu nog even gauw doorpakken. Dit is trouwens ook echt leuk. Dit zijn sneeuwtouwen. Dat had ik bedacht voor een nieuwe DIY kit. Straks in de winterse sfeer, maar dat zal ik ook online zetten. We zijn allemaal weer in de stelling gezet. Ik heb zo'n 15 pakketten al ingepakt voor morgen. Die allemaal vol met leuke kerstartikelen die besteld zijn. Daarvoor kan je naar onze webshop www.onlinebloemies.nl. En tot aan de kerst wordt die gewoon constant aangevuld. Allemaal leuke woondecoratie en kerstballen. Ondergronden voor workshops, DIY pakketten. Dus elke keer komt er weer wat bij. Dus je kan gewoon regelmatig kijken. En ik deel het natuurlijk ook hier in deze video.
In de video van aankomende tijd. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer gratis. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. En dan mis je natuurlijk helemaal niets. Niet iedereen van mijn kijkers is geabonneerd. Dus ik zou het super leuk vinden als je het even doet. En het zit echt nergens af als je kost. Het kost niks. Je mist alleen geen video van mij. Dus dat vind ik heel erg leuk. Goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!